Zangeres Monica Acchiari en gitarist Niels Brouwer, beide met roots in de gemeente Ede, vormen de kern van Boyaki. In binnen- en buitenland staan ze erom bekend de muzikale erfenis van de Indonesische archipel en de Europese impro-jazz tot een nieuw muzikaal idioom gemaakt te hebben. Op 18 november traden ze op in Cultura, net terug van een tournee door Korea en Indonesië. In deze uitzending beelden van dat concert en een interview met Monica Acchiari. Welkom bij Mooi Zo. Boyaki, bestaande uit de in Lunteren geboren zangeres Monica Acchiari en de uit Ede afkomstige gitarist Niels Brouwer, is een band die ook vaak buiten de landsgrenzen optreedt. De muziek is niet in een hokje onder te brengen. Soms geïmproviseerde muziek, soms wereldmuziek of jazz. Op 18 november traden zij op in Cultura, net terug van een tournee door Korea en Indonesië. Indonesië was waanzinnig interessant. Dit keer Jakarta. We hebben gespeeld in Saliara op het festival Lives. En dat werd onder andere geïnitieerd door schrijfster Ayu Utami. Zij schreef hier, het boek kwam van haar uit bij De Geus, het getal Fu. Maar wat natuurlijk heel voor ons ook een van de hoogtepunten was, was natuurlijk ook spelen in Ambon op de Molukken. En daar was het ook weer eenzelfde terugzien van dichter Rudy Vovit, die afgelopen zomer tijdens het Holland Festival met ons speelde en ook de gedichten schreef voor de nieuwe compositie van ons. En ja, daar was het echt fantastisch ook, omdat je gewoon een heel nieuw arrangement maakt voor een hele andere bezetting. En het is gewoon feest. En hoe was dat trouwens, het Holland Festival? Het Holland Festival was waanzinnig leuk. Totaal vol. Er konden echt geen mens meer bij. En mensen hadden echt genoeg geduld om echt rustig te blijven. En toch de hele concert uit te zitten. En nou, het was een beetje Indonesian. Het was gewoon een warme zomerdag. Bloedheet. Stampend vol. Dus iedereen die zweette heerlijk. Maar het was gewoon een heel goed concert. En werd heel goed ontvangen. In Cultura werden vooral nummers van de cd Liquid Songs uitgevoerd. Deze cd is eigenlijk een soort concept? Ja, het is een concept in die zin. Het is eigenlijk geïnspireerd op een oude traditie uit de Molukken. Waarin eigenlijk de oude traditionele verhalen doorverteld worden. Maar omdat je dus... Ze moeten en doorverteld worden, maar mensen gaan natuurlijk ook op reis. Dus mensen ontwikkelen zich ook. En dat betekent ook dat de verhalen ook weer nieuwe elementen krijgen. Terwijl het wel vanuit de traditie zeg maar gevormd wordt. Maar dan is het echt van, hey, hoe pas je bepaalde dingen eigenlijk vandaag toe? En het is ook onder andere ontstaan vanuit de periode dat je dus eigenlijk de kolonialisatie had. En ook toen had je natuurlijk, met name de Banda-eilanden, mensen moesten daar echt weg en vluchten, anders werden ze gedood. Dus zij werden dan weer door de Kei-eilanden eigenlijk opgevangen. En hoe mensen daar dan ook mee omgaan, dat is heel erg mooi om te zien in die oude traditie. Van oké, ik vang je op in mijn eigen dorp en ik behandel je gewoon zoals een van onze dorpelingen. En dat is natuurlijk een heel mooi gegeven, zeker ook gewoon voor nu. Zo van oké, en iedereen die echt zorg en echt vlucht, en die wil je wel helpen. Ik zing ook in de traditionele taal van het eiland Haruku. En dat is heel logisch omdat mijn vader daar vandaan kwam. Ook gewoon qua klank is het natuurlijk het Haruku gewoon echt. Het past heel erg goed bij de muziek vooral. Je kan daardoor ook gewoon veel meer emotie er ook in leggen. Je zingt natuurlijk teksten, maar volgens mij gebruik jij je stem ook als instrument. Ik hoor ook wel eens vogeltjes of zo. Klopt dat? Dat is helemaal waar. Ja, nee, ik gebruik inderdaad mijn stem als instrument. En probeer ook gewoon als ik op reis ben. Zoals nu weer, dan ben je naar Korea geweest en je bent naar Indonesië geweest. En je hoort van alles. En dan, ja, soms heb ik echt, wat is dit? Dan probeer ik het ook meteen na te doen. En dan, ik weet niet of ik dat dan meteen ga gebruiken voor de muziek. Maar op een gegeven moment komt het zomaar, kan het opeens zomaar langskomen. Dat het dan ergens in mijn hoofd vast is gaan zitten.
ook zomaar langskomen tijdens een concert? Want ik heb het idee dat er ook behoorlijk geïmproviseerd wordt. Het kan zeker langskomen, ja. Nee, dat gebeurt ook absoluut. En ja, de ene keer denk je zo van, oh, ja, zo van, hé, wat gebeurde daar? En ook eigenlijk met name omdat je het heel erg getriggerd wordt door de andere muzici. En dan heb je ook echt gezegd, hé, hier moet ik een mooi antwoord op geven. Of veel, heel contrasterend kan ook natuurlijk. It's a wandering in the desert before you dance on the mountains of the moon. Een van de nummers op Liquid Songs is Déjà Vu. En je kondigde het aan als ik heb alleen een tekst en verder zien we wel. Daar kwam het om neer. Ja, dat is ook echt alles. Er is geen melodie. En er is geen harmonie. Alleen die tekst. En zoals vandaag dan speelt. Niels begint. En Tobias die doet wat. En dan. Terwijl ik dan luister eigenlijk naar wat zij doen. Probeer ik ook echt zo van. Oh, hoor ik al iets. Van kan ik nu misschien wel een melodie vinden voor de eerste zin. En daar wacht je eigenlijk. Je speelt, je luistert helemaal met elkaar. En dan is het ook zo van elk stuk. Is dus ook dat stuk is gewoon elke avond anders. En zoals we het dan ooit opgenomen hebben op de cd. Ja. Dus zo speel ik het natuurlijk niet. I hid in immaculate clothes. I hid in shoes. Design stars and clouds. Only witnesses. Oyaki is natuurlijk Monica Akihari en Niels Brouwer. Op tournees gaan vaak nog andere muzikanten mee. Wie waren de twee extra muzikanten die we in Cultura gezien hebben? Ja, jullie hebben Tobias Klein gezien, een basklarinetist bij ons en contrabasklarinetist. Hij is ook een hele goede saxofonist. En toen hadden we wel zoiets van, oh, we moeten eigenlijk slagwerk, klassiek slagwerk. Want we hoorden echt marimba erbij. En op de cd is dat Ryoko Imai, de Japanse. En voor vanavond hebben we de Taiwanese Yung Tuan Koo meegenomen. Wat echt, ja, is gewoon ook een feest. Ja, ik heb even gekeken naar het instrumentarium, maar dat is enorm uitgebreid. Ja, het is. En dat is ook het leuke van misschien wel klassiek slagwerk, maar ook omdat ze misschien ook wel uit Taiwan komt. Ze komt met echt hele leuke, verrassende instrumenten, waarvan ik echt zoiets van, huh? Kan je daarop spelen? Michel Mengelberg zei ooit, muziek is georganiseerd geluid. En dat geldt misschien ook voor haar. Nou, dat is absoluut waar. Ja. We zijn natuurlijk ondertussen alweer heel erg plannen aan het maken om weer iets nieuws te maken. Dus ik hou je op de hoogte, René. En daar zullen we verslag van doen in dit programma. Ja, zeker. Absoluut. Ik kom langs in Ede. U heeft gekeken naar Mooi Zo, het programma over kunst en cultuur in de gemeente Ede. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. De volgende uitzending kunt u zien vanaf maandag 15 januari. Kijkt u dan ook weer?